Hey kijkers van YouTube en welkom bij een nieuwe aflevering van City Skylines. Ik wil jullie bedanken voor meer dan 10 likes op mijn vorige video, heel erg bedankt. En ik heb ook een paar tips gekregen van een kijker, of van twee kijkers zelfs. Ik zag dat ik vanaf 7500 tot 8000 inwoners dat ik daar flats kreeg en dat ik meerdere wegen aan moest leggen. Maar ik heb eigenlijk al heel veel wegen, maar dus het zou er eigenlijk nog meer moeten zijn, want daar is zo mijn stad groeien. En ik moet meer parken aanleggen, las ik. Dus laten we dat er maar eventjes doen. Gaat dit allemaal weg? Dat wil ik helemaal niet. Ja. Waarom kan hij hier niet? Space Holder acquired. Ik wil gewoon een klein... Kan ook al niet. Een klein parkje of mag dat niet? En dan zetten we hier wel. Ja, hoppakee. Oké, wat zoals hier, wat hier is, hier is het allemaal donker. Dus eigenlijk moet ik er hier eentje neerzetten. Hier. Misschien dat helpt. Ik weet niet of dat helpt hoor, maar. En daar, zo. Kijk, dan wordt het meteen. Kijk. Dus misschien moet dat eigenlijk zo, dat ik het zo moet doen. Dan wil ik jullie ook bedanken voor die tips. En. We moeten eigenlijk meer inwoners hebben, dus we gaan even kijken, meerdere wegen aanleggen. Alleen het probleem is, ik heb hier zoveel ruimte mee. Wacht even, we kunnen natuurlijk wel kijken of we wat kunnen kopen. Kijk, we kunnen hier nog een heel stuk bij aan. En dan kunnen we hier ook nog wat doen. Oh, dat poep hier, geweldig. En hier is trouwens ook weer de snelweg hier zo, of is dat de trein? Dat is toch de snelweg, toch? Volgens mij wel, hè? Oké, dan kopen we die erbij aan. Hup, purchase. Hebben we een iets grotere... waar moet ik nou naartoe? Daar. Ja, daar hebben we dit ook nog heel stuk. Maar laten we eerst dit voor maken. Ik weet niet of ik het goed doe, hè. Ja, ik hoop het. Maken we meer huizen, want er moeten meer inwoners komen. Want ik weet niet meer precies welke naam dat was. Ik kan het wel opzoeken. Laat ik dat even doen. Laat ik het even opzoeken. Ik ben nou toch bezig. Dus kun je dat ook niet zien? Nee. Ik zou even onder opname wat opzoeken. Hè? Dat mag het toch? Even kijken. Wie heeft mij dat gezegd? Die. Pauze. De Praatshow. Die heeft gezegd. Leuke video. Dankjewel. Als ik jou was zou ik meer wegen aanleggen. Zo komen er meer auto's en wordt je stad groter. Goed. Daar zijn we dus nu mee bezig. En Bacon Games NL, die zegt, die parkjes aanleggen is goed. Dan worden de bewoners blijer, zie je aan de groene smileys. Dan upgraden de gebouwen en kun je meer tekst vragen. En meer tekst is altijd fijn, dat is waar. Verbeer me als ik het fout heb. Ik heb ook geen genie in het spel, maar ik dacht dat ik dit gehoord heb. Nou, Bacon Games NL, je bent niet de enige, ik snap ook helemaal niks van het spel. Dus dan zijn we gelijk. Wat Flats Wolkenkrabbers betreft, deze unlocken vanaf 7500 of 8000 inwoners. Dat zei hij. Dus, laten we dat eens kijken of we dat vandaag misschien een beetje kunnen krijgen. Want zo heel veel vraag is er nou ook weer niet naar. Zoals jullie zien. Want hier beneden, al even netjes, kijk hier beneden staat hoeveel mensen er in de stad willen komen wonen. Nou, dat is nou nog helemaal niet hoog. Dus, oh... Oké, dan maken we dit wel even aan elkaar vast hoor. Ziet er misschien heel scheef uit, maar ik doe het toch. Ja, er zijn nog niet zo heel veel mensen die het eigenlijk willen. Als ik heel eerlijk ben, maar we kunnen het altijd proberen. Zo. Hier nog, zo en daarachter nog. Ik denk dat het helemaal misgaat, joh. Maar ja, we zien het wel. En dan hier nog, zo. Maar misschien moet ik ook wat meer scholen bouwen, wie weet. Hier nog zo, hier nog wat winkels zo. Ik doe maar wat hoor. Ik hoop dat het een beetje lukt. Maar met SimCity vond ik het toch net iets makkelijker als ik heel eerlijk ben. Geef ik heel eerlijk toe, met SimCity wat ik altijd eerst deed, dat gaat toch wat makkelijker. Alleen op een gegeven moment dan denk je van, ja wat moet ik nou nog gaan doen? Ik heb alles volgebouwd, wat kan ik nou nog doen? Ik moet helemaal beginnen met een nieuwe stad. En dat kun je natuurlijk niet uitbreiden. En dat is dan weer net een beetje jammer. Die. En die... Die hebben geen stroom, maar dat komt wel. En dan... Water, want anders gaan ze er ook weer over zeuren. Snap ik ook op zich wel, want ik zou ook wel graag water willen. Als je geen water hebt, kun je niet douchen. Als je geen water hebt, kun je
Eigenlijk niks. Nee, die hebben alleen nog geen water. Maar het wordt al wel gebouwd, zien jullie dat? Dat scheelt dan al, ja. Kijk of we meer... Kijk, als we hier nog zo'n ding neerzetten... hebben we toch genoeg geld. Hier ook. En een school, misschien dat dat ook helpt. Dat vind ik zeker eigenlijk. Kijk, we hebben nou daar een school... daar een school en daar een school. En zie je, hier is het allemaal rood. Dus dan... plempen we die daar neer. Een grotere school... zetten we hier neer, kijken of dat helpt. Ik hoop het. En een busstation, hadden we die al gebouwd? Nee, dan doen we dat ook. Dat scheelt ook weer voor het verkeer. Waar zetten we die neer? Laten we die hier neerzetten. Noise pollution, dat krijg je dan wel. Nou ja, wat is dit? Busline. Daar. En zo, en dan zo. Dit ziet er wel heel anders uit. Maar ze zijn er wel blij mee, dat scheelt. Kijk, als we nou hier neerzetten dan. Gaat die daar allemaal langs? Nou, dat kan op zich ook wel. Heel onlogische busroute hoor, maar... die moet dan daar weer aangesloten worden. Even kijken, dat... daar komen ze vandaan. Dan loopt dat zo, en dan zo, en dan hier langs, en dan hier langs, zo... Ik weet niet of ik het goed doe. Als ik het fout doe, moeten jullie het mij vooral laten weten of ik het wel of niet goed doe. Ik heb echt 0,0 verstand van dit spelletje. Het onlogische busroute. Of de onlogische busroute, zo kun je het op zich noemen. Volgens mij doe ik het helemaal verkeerd, weet je dat? Maar ja, het maakt niet uit. Leer je ook weer van. Maar het moet natuurlijk wel... voor een buslijn. Halleluja, als ze dit in Nederland zouden doen, dan weten de busmensen, of de busmensen, weten de buschauffeurs ook niet meer wat ze moeten. Zo, daar. Ja, ik klik gewoon wat hoor, dat ze allemaal aan elkaar zitten. Dat zal wel allemaal heel ingewikkeld zijn. Zo, daar langs. Zo, nou, ik vind het goed zo. Het onlogische bussysteem in onze stad. Waarom zijn jullie minder? Kijk, wat zullen jullie hier zien? Hier zijn alweer wat grotere huizen. Dus ik denk dat we dat de volgende keer gaan doen. En ik zie trouwens dat de garbage vol zit. Dan plempen we er gewoon een nieuwe. Hup. Wat is daar opleveren? En dan hoop ik dat we de volgende keer... dat we grotere huizen krijgen, want daar is toch wel eentje ziek. We hebben nu 6000 inwoners. Dan gaan we de volgende keer gaan we voor de 7000 inwoners. Zullen we dat doen? Laten we dat doen. En in principe over die buslijn. Geen flauw idee hoe dat werkt. Maar goed, als hun eruit komen is het hartstikke goed. En ik hoop dat het ook een beetje werkt voor de mensen. Zo niet, dan zien we het zelf wel. Als jullie nog tips hebben voor mij met het spelletje. Zet dat vooral in de reacties hier beneden. Dan kijk ik of ik er wat mee kan. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van City Skylines. Als jullie dit een leuke video vonden, dan eventjes een duimpje omhoog voor mij. De vorige keer hebben we de 11 gehaald. Hartstikke fijn, wil ik jullie nogmaals voor bedanken. En dan hoop ik dat ik jullie de volgende keer weer zie bij een nieuwe aflevering van City Skylines. En dan wens ik jullie een fijne zondag verder. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot de volgende keer. Kalm!